Welkom allemaal, dit is een reading voor het collectief. Hier is geen sterrenbeeld aan verbonden. Dus kijk gewoon of dit voor je resoneert, ja of nee. Gewoon een reading voor het collectief. Ik doe dit met mijn nieuwe Oracle deck en mijn nieuwe Tarot deck. Dit is de Oracle deck van de Fairies. Spirits, wat moeten wij weten voor het collectief? Voor vandaag, wat is de energie? Wat voor boodschappen moet ik uitdragen voor het collectief? Spirits? Okay. De onderliggende energie is levenenergie. Life energy, the happy fairy of sunshine. Brings you a lot of sun-giving energy. She reminds you to shine your light and reveal anything in the shadow that needs to be healed. Dus levensenergie, dit vriendelijke veetje van de zonneschijn brengt jou veel levensenergie toe. Misschien dat je je wat energieker voelt vandaag dan alle andere dagen. Zij brengt zonneschijn en licht, zodat jouw schaduwkant kan worden geheeld. Dus ze geeft jouw energie vandaag extra om jouw schaduwkant te laten helen. New beginnings, nieuw beginnen. The Fairy Godmother heralds the joyous news of a new baby, of a birth, of a cherished idea. Protect and nurture your ideas as you would a baby. Dus nieuw beginning, new beginnings, dus nieuw, staat iets nieuws te beginnen. Deze fee, godmoeder Harold, breng je vandaag positief nieuws. Van een nieuwe geboorte. En een geboorte kan zijn letterlijk voor een nieuwe baby. Of een geboorte van een nieuw idee. Bescherm en verzorg jouw nieuwe ideeën zoals je een baby zou doen. Wisdom. Have you ever been told that you are wise beyond your years? Now is the time to call upon your inner fairy wisdom to help you with a challenge. Wijsheid. Is jou ooit wel eens verteld dat jouw wijsheid verder gaat dan hoe oud je bent, dan je leeftijd? Nu is het tijd om je innerlijke vee van wijsheid op te roepen om je te helpen met deze nieuwe uitdaging. Dus je gaat wijsheid krijgen van de Fairy of Wisdom voor je nieuwe creatieve ideeën en uitdagingen. En daardoor word je ook gesteund en krijg je meer levensenergie. Dus dat ziet er heel mooi uit. Spirits, wij gaan de nieuwe beginnings, die wil ik wel verklaard hebben. Ik wil weten wat ons te wachten staat, spirits. Verklaar new beginnings. Wat moeten wij weten over new beginnings? New beginnings. Voor het collectief, wat moeten wij weten over new beginnings? New beginnings. Verklaar new beginnings alsjeblieft. Zo duidelijk mogelijk voor het collectief. New beginnings. Okay. We hebben de koning van zwaarden. De ridder van bekers.
de aas van staven en de empress, de keizerin. Dus een nieuw begin van een nieuw idee, dat kan ook een nieuwe liefde zijn, een geboorte van iets nieuws, iets creatiefs. De koning van zwaarden, op dit moment ben jij een beetje teruggetrokken. Misschien dat je naar binnen gaat. En naar binnen gaat bedoel ik met dat je misschien wandelingen maakt in de natuur, zodat je wat dichter bij jezelf komt. Of dat je aan het mediteren bent, of aan het bidden bent, of gewoon diep aan het nadenken bent. Nu de meeste van ons binnen moeten blijven zitten met COVID, dat we nu in staat worden gesteld om connectie te maken met onze hogere zelf. En dat ben je nu aan het doen. Misschien dat je zelf jezelf afgesloten hebt van de wereld, en daar bedoel ik mee, je zit thuis, je pakt een moment voor jezelf. Misschien heb je geen behoefte aan sociale media. Staat je telefoon uit. En wil je echt even tijd voor jezelf nemen. Ik zie hier een uil bij mijn duim. Je wil de wijsheid, waarvan je weet dat die in je is, die wil je tevoorschijn halen. Ik kom niet uit mijn woorden. En je wilt kijken wat dat brengt. Misschien dat je daar nog niet over wil communiceren. Vandaar dat ik nog niet uit mijn woorden kom. Ook weet je zelf nog niet goed onder woorden te brengen dat wat bij jou bovenkomt. Je moet daar nog de nodige aandacht aan geven. Wil dat jou duidelijker worden? En kan je daar uiteindelijk ook open en duidelijk met anderen over communiceren? Maar nu is het allemaal nog in wording. Vandaar, je krijgt stukjes, fragmentjes, puntjes binnen. Het is misschien handig om die op te schrijven. En dat je straks over een paar dagen het totaalplaatje hebt en dat het voor jou duidelijk is, maar ook duidelijk is om dat eventueel te gaan communiceren. Ik zie hier ook nog de libel en de raaf. Maar even opzoeken wat de spirituele betekenis is van een libel en een raaf. Ook zie ik een vleermuis. Zou daar ook even opzoeken, op googelen. Nou, die uil, dat is een duidelijke, dat is de wijsheid. Dan hebben we hier de ridder van bekers. Terwijl jij zo druk bezig bent met het werken aan jezelf, met je nieuwe ideeën, met je nieuwe creativiteit, voel je daar veel passie voor. Jij wil vooruit. Kijk maar naar dit paard. Die heeft ook zijn poot omhoog. Dus die de pootje omhoog. Dus die wil echt, of zijn voetje moet ik zeggen, zijn voetje omhoog. Dus die wil echt gaan lopen. Dus die wil graag voorwaarts. Jij wil graag naar voren. Jij wil weten welke kant je op moet. Wat er nog staat te gebeuren voor je. Het kan zijn dat jij, ondanks dat je het zo druk hebt, dat je geen tijd hebt meer voor de liefde. Maar dat je toch een berichtje, want ik zie hier een brief, kan ook een letterlijke brief zijn. Maar ik zie hier een envelopje, dus dat kan een berichtje zijn of een echte brief van iemand die jou een warm hart toedraagt. Ik zie hier rozen. Iemand wil jou misschien een lief berichtje sturen. Een berichtje van gemis. Een berichtje van liefde.
Dit is een gentleman, want hij heeft zijn hoedje afgedaan. Dus het is iemand die goed verwoord is. Iemand die misschien jou wil uitvragen, want ik zie hier een dekentje op de grond. Ik zie een bakje, ik zie hier ook een picknickmand. Misschien een uitnodiging om samen te gaan wandelen, als het weer ertoe staat. En dan vervolgens ergens buiten te gaan picknicken. Flesje zie ik en allerlei eten, een rieten mand. Ik weet dat je nu duidelijk bezig bent om jezelf terug te trekken. Maar geef die creativiteit de kans aan de ene kant. Dus het is goed dat je terugtrekt, het is goed dat je afsluit. Maar misschien is het juist ook goed om eventjes naar buiten te gaan, een frisse neus te halen. Misschien inderdaad te gaan picknicken. Dus op deze uitnodiging in te gaan. Want juist dat kan jou passie geven. Aas van staven. Een nieuwe passie. Die jij misschien nu, omdat je helemaal teruggetrokken bent. En omdat je helemaal in jezelf zit. Die passie die zie jij nu nog niet. Maar misschien juist door die afleiding. Door eventjes weg te gaan naar buiten. Of met iemand af te spreken in de buitenlucht of zelf even naar buiten te gaan, kan jou juist heel veel passie en inspiratie geven, zodat jouw nieuwe ideeën, jouw nieuwe creativiteit, dat die helemaal loskomen en tot uiting, zodat die idee, die kan al losbreken in je. En dat je weet van waar je voor moet gaan. Je zit misschien nog verstrikt in een web, want ik zie hier allemaal touwtjes. En die zijn helemaal met elkaar vast. Die zitten met elkaar vast. Maar je ziet hier een vlam. En je brandt je los. Van het net, dus je brandt je doorheen en je komt los. En dat is denk ik ook het idee, jouw creativiteit, waar je nu mee worstelt, waar je nu nog geen inzicht, want je hebt je ogen dicht, waar je nu nog geen inzicht in hebt, dat je langzaam daardoor heen breekt met dat vlammetje. En dat dus duidelijk wordt wat jouw missie is en wat jouw nieuwe creativiteit is, jouw nieuwe ideeën. En uiteindelijk met de keizerin kan die geboren worden. Jij krijgt vanuit het universum, krijg jij zo die informatie door in jezelf. En zie die dikke buik maar als een creativiteit, als een idee, wat steeds groter aan het groeien is. Steeds meer besef, steeds meer in jezelf, meer besef van wat wil jij. Wat vind jij leuk om te doen? Waar ligt jouw passie? En dan kan dit tot geboorte komen. En dan kan jij uit gaan dragen dat wat jij graag wilt. Oké. Dus we hebben een nieuwe begin. Hebben wij hiermee verklaard. Spirits, wat moeten wij nog meer weten voor vandaag, voor het collectief? Ik ga de andere kaarten, de andere orakelkaarten die hier liggen, niet verklaren, want die spreken voor zich. Hè. Je krijgt dus vandaag extra levensenergie, voelt je vandaag een stuk fitter. En je krijgt ook de wijsheid vandaag extra om jou te helpen met uitdagingen. En die nieuw begin en die nieuwe ideeën, die hebben we zojuist verklaard. Dus ik doe deze even weg. En ik ga nu een Celtic Cross ga ik doen, Spirits. Wat moet het collectief nog weten voor vandaag?
De onderliggende kaart is de, even kijken, de Ridder van Munten. De Ridder van Munten. Jij wil voorwaarts. Je loopt zelfs het paard vooruit. Jij wil voorwaarts. Jij wil progressie. Jij wil door. Misschien brengt de lockdown jou ook heel veel onrust. Dat je het gevoel hebt dat je vastzit. Dat je geketend zit. Misschien ook heel veel innerlijke onrust. Want jij wil graag verder. Jij hebt het gevoel dat het leven en de wereld stilstaat. En jij wil graag verder. Vandaar dat jij innerlijke onrust hebt. Maar wees rustig. Vind de rust in jezelf. Want uiteindelijk, als jij genoeg geduld hebt, dan krijg jij die 9 van bekers. En dan zal jij zegen vieren. Je ziet een mooi zonnetje, dan straal jou weer. Dan ben je ontzettend blij. Als jij die progressie voelt. Als jouw nieuwe ideeën tot ontwikkelingen komen. Dan voelt het als een schat in je die tot uiting komt. Een mooie zon. Dan voel je je gelukkig, je gaat stralen. Je voelt de warmte. En dat is zeg maar ook met de keizerin de geboorte van nieuwe ideeën, nieuwe inspiratie, een nieuw begin. Misschien zelfs wel voor de vrouwelijke kijkers, als het nog mogelijk is, een nieuw kindje. Dat kan allemaal. Ook kan het zijn dat je een nieuw begin krijgt. Voor iemand waar je veel liefde voor voelt, met de koningin van bekers. Als jij maar aan jezelf werkt, zelfheling, kan jij liefde voor jezelf gaan voelen. Die liefde uit gaan dragen, naar buiten toe, naar anderen toe. Dan komt die creativiteit ook los. En als jij niet op zoek gaat naar liefde, komt liefde vanzelf naar jou toe. Liefdevolle ideeën, liefdevolle berichten, liefdevolle mensen die je misschien zullen helpen in je zoektocht. Maar ook liefde, misschien wel een liefde waar je niet meer op had gehoopt. We beginnen deze reading met een 2 van munten. Ik ben met heel veel dingen tegelijk bezig. Dat kan op allerlei gebieden zijn. Misschien loop je hoofd over door de actuele situatie. De vele nieuwsberichten die je binnenkrijgt. De onzekerheid. Regels. Restricties, wat mag wel, mag wat niet, wat kan ik nu nog wel doen, wat kan ik niet doen. Je bent allerlei balletjes in de lucht aan het houden, zodat voor jou duidelijk en overzichtelijk blijft van wat kan ik nog, wat wil ik nog, waar sta ik? De koning van bekers kruist jou. Eens even kijken. Iemand gaat jou helpen in je zoektocht, jou helpen om verder te kunnen komen. En ik zie tot 2 keer toe, buiten dat dit zeg maar een waterteken is, hè, want we hebben het over bekers. Zie ik hier een vis. Hij heeft hier een ketting met een vis. En ik zie ook een vis in het water. Dus het zou goed kunnen zijn dat jij in connectie staat met een vis. Of dat je zelf vissen in je ascendant hebt. Dus laat de energie maar flowen.
Misschien is het ook erg goed om als je gaat mediteren of bidden, dat je wat geluid van water opzet, van een beekje, van een zee. Dat je jezelf waant in een bootje op het water, of dat je lekker in het water ligt. Of dat je die doorstroming van de natuur, van de zee, van de vissen voelt. Als je naar water luistert, naar stromend water, dat jou ook extra inspiratie kan geven. Wat helderheid, wat duidelijkheid. In al die onrust die er op dit moment allemaal heerst in jou. Maar ook als je rust wil vinden. Heel veel onrust op de televisie, in de wereld. Vind die rust door meditatie. Door misschien yoga, maar zet muziek op met water. Of als je toevallig bij water in de buurt woont, ga daar langs, ga daar zitten. Ga daar een wandeling langs maken, langs water, langs een kanaal of noem maar op. Dat kan jou heel veel rust brengen. Je hebt hier de Ridder van Staven. Die ligt in het verleden. In het verleden had jij veel passie. Je ziet hier ook een paard wat in galop is, springt. Dus heel veel passie. Je was lekker op dreef. Je was lekker bezig. Je voelde je goed. En omdat je goed voelde, gaf dat nog meer passie. Gaf dat nog meer drive om verder te gaan op de weg die jij toen had genomen, toen had ingenomen. Maar op dit moment, misschien ben je wel een beetje moe, dan zoek jij die rust. Zoek jij die rust, die wijsheid, trek je je terug. Wil je even terug stabiel worden? Wil je niet meer laten gek maken door de media, door alle gekkigheid in de wereld, door alle onzekerheid, door alle regeltjes. Jij wil even terug naar jezelf. Rustig worden. Dingen op een rijtje zetten. Misschien wel aarde. Om even die onrust van je af te zetten. En dan krijg jij, als je dat doet, als je in jezelf werkt, weer stabiel in je kracht komt, krijg je de 10 van bekers. Dus je gaat je weer goed voelen, je gaat je weer, al je wensen gaan weer uitkomen. Het kan zijn op creatief gebied, dat je weer openbloeit, op liefdesgebied. Jijzelf gaat openbloeien, je komt weer helemaal in evenwicht. Je komt weer in jouw flow, zodat je weer lekker de dingen kan gaan doen die je wilt gaan doen. Misschien wel in beperkte mate, vanuit huis, van achter de computer. Je hebt zoveel tot je beschikking. Jij gaat die creativiteit, je gaat weer in die flow komen. Je gaat je weer happy voelen. Als die rust weer terug is gekomen in jou. Geen angsten meer. Positiviteit, positief over de toekomst. Jij gaat de passie weer voelen, de aas van staven. Jij brandt door alle onrust, door angst, onzekerheden. Brand jij daardoor heen. Dat is jouw passie. Eerst doorzie je de dingen niet, je hebt je ogen dicht. Maar nu zie je misschien ook niet het gehele plaatje nog, maar je laat je gaan, je gaat met die flow mee. Je laat los, onzekerheid, angsten, onrust, laat jij los, zodat er ruimte is voor jouw passie. Een passie om dat web wat jij voelt, waarin jij verstrikt was geraakt, om daar doorheen te raken.
de vijf van bekers. Je bent dus eigenlijk zorg aan het dragen dat niet al jouw energie, hè, want jouw energie zit in die bekers. En die tien van bekers, dat is jouw volledige energie. Jij bent bezig om die energie niet verloren te laten gaan. Je ziet hier die energie die floot. Nee, jij bent jouw energie die je hier hebt. In deze kalk. Die ben jij, je bent hier je ei aan het leggen. Je weet wat je uiteindelijk wilt. Wat jouw ideeën zijn, jouw passie. Waar je naartoe wilt. En jouw energie ben jij gedoseerd aan het geven. Zodat dat eitje wat hier ligt. Metaforisch natuurlijk bedoeld. Dat dat wordt gevoed door jouw energie. En dat dat uiteindelijk dan kan gaan openbarsten. Tot iets moois, iets nieuws. Voordat je daar zover bent, krijg je nog de drie van zwaarden. Het is niet gemakkelijk in deze tijd. Heel veel onzekerheid, heel veel angsten, heel veel pijn. Misschien ken je mensen die ziek zijn, veel leed hebben. Of ken je mensen die persoonlijk die door een hel zijn gegaan, die je moet ondersteunen. Wat jou ook heel veel pijn en verdriet brengt. Probeer dat toch jouw energie te doseren en niet al je energie kwijt te raken. Dus probeer die energie vast te houden. We hebben hier de 9 van zwaarden. Het is moeilijk. Soms laten je gedachten je niet los. Zie je door het boom het bos niet meer. Dat is oké. Dat is geen probleem. Daar hebben we allemaal last van. Probeer een weg te vinden. In al die onzekerheid. Al die regeltjes. Vandaag dit, morgen dat. Wat staat ons nog te wachten? 7 van bekers. Probeer het los te laten. Weet dat je er geen invloed op hebt. Het is nu eenmaal zoals het is. Je kan je boos maken, je kan je druk maken, je kan je verdrietig maken. Maar COVID is er nu eenmaal. De regels zijn er ook. Daar kan jij niks aan veranderen op dit moment. Jij kan alleen maar wachten. Wachten op betere tijden. En als je dan goed voor jezelf zorgt, door een wandeling te maken, door te rusten, door tijd voor jezelf te nemen, die tv uit te gooien, de multimedia, de sociale media, even niet op te kijken. Je omringen met de pure natuur. Of ze gaan bidden, of ze gaan mediteren, yoga. Even die natuur binnenhalen als je niet in de natuur woont of als het te ver is voor je. Zet dan, wat ik zeg, natuurgeluiden op, geluiden van water. En ga daar gewoon maar eens naar zitten luisteren, je ogen dicht. Misschien als je gaat rusten, zet gewoon fijne, rustige natuurgeluiden op. Misschien wel chirpende vogeltjes, als je dat fijn vindt. Dolfijnmuziek, ik weet niet waar je van houdt, zet dat op. En sluit je ogen. En misschien kan je op die manier tot rust komen. Zodat je uiteindelijk niet meer al die onrust, die onzekerheid, wat ons nu allemaal omringt, dat je daar afstand van kan nemen, dat je dat kan loslaten.
Weet dat als je goed voor jezelf bent, dat je vooruit kan komen. Wees lief voor jezelf, je kan vooruit komen. Lief zijn voor jezelf kan zijn een mooi bloemetje online bestellen. Goed voor jezelf zijn of voor een ander dat je samen gaat picknicken. Liefdevolle berichten. Misschien een brief aan jezelf doen. Wat je allemaal zo goed aan jezelf vindt. 10 punten misschien. Iedere dag opschrijven. Wat maakt jou zo goed? Wat vinden, als je dat moeilijk vindt, kan je ook nadenken. Wat voor complimenten krijg je altijd? Wat vinden mensen goed aan je? Schrijf dat op iedere dag. En lees die dan voor je slapen gaan nog even door. En dan de volgende ochtend lees je die weer door. Diezelfde 10. En dan ga je vervolgens weer 10 nieuwe opschrijven. Cadeautje voor jezelf. Gun je de balans. Kom terug tot jezelf. Aard. Weet dat dit straks weer een nieuw begin is. Alles is tijdelijk, alles is voorbijgaand. Uiteindelijk ben je dan weer in staat om weer lekker te genieten, weer lekker naar buiten te gaan. Krijg je weer vrijheden. Kan je een sprong in het water in het diepe maken voor jezelf. En krijg je uiteindelijk toch weer die 10 van munten. Gezelligheid. Fijne mensen om je heen. Wandelen en leuke dingen doen als een klein kind. Je omringen met liefdevolle dieren. Alles komt weer goed uiteindelijk. Maar heb nu eventjes de kracht om uit je kopje te komen. En uit die verwarring en die onzekerheid. Want uiteindelijk komt het allemaal goed. Ik zeg niet dat dat volgende week al is. Zal misschien nog best wel even duren. Maar hou vast aan die gedachte dat het weer goed komt. Blijf positief. Ook al gaat het heel moeilijk. Ook al voel je je af en toe verdomd slecht. Huilen mag, krijsen mag. Maar breng je weer terug in balans. Zodat uiteindelijk die 10 van munten en die 10 van cups, hè, dat komt allemaal weer terug. Dus heb vertrouwen. Heb vertrouwen in jezelf en in de toekomst. Bedankt allemaal voor het kijken. Fijn dat jullie gekeken hebben. Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben. Put je kracht uit. Als je je toch niet goed voelt, neem dan contact op met een goede vriend of vriendin. Zeg, doe daar even je praatje mee. Kan al opluchten als iemand naar je luistert. Of ga de natuur in, zodat je je gedachten van je af kan laten waaien. Of doe iets wat je heel leuk vindt. Ga naar leuke muziek luisteren. Ga een leuk spelletje doen. Ga gewoon bedenken wat je graag doet. Kijk wat er kan, want we zijn allemaal beperkt. En blijf positief. Schrijf ook die 10 dingen per dag op wat er zo goed of wat er zo goed is aan jou. Waarom vinden mensen jou zo goed? Waar krijg je complimenten over? Ben je altijd lief? Ben je altijd zorgzaam? Ben je altijd positief? Sta je voor mensen klaar? Al die dingen, schrijf ze op en lees ze de andere dag. Of op momenten dat het niet gaat, lees ze dan op. Dan krijg je daar weer kracht uit. En uiteindelijk
kom je dan weer terug in je balans. En dat moet je steeds weer doen. Dat kan keer op keer zijn, meerdere malen per dag, maar dat is geen probleem. Als jij uiteindelijk je maar weer goed voelt en weet, hè, die kaart ligt hier, de 10 van munten, uiteindelijk komen we hier allemaal uit, alle mensen. En dan zijn we weer vrolijk. Dan kunnen we eens zoveel onze vrijheid waarderen zoals het vroeger was. Dankjewel voor het kijken. Als je graag niets meer van mij wil missen, abonneer je dan. En als je dat al hebt gedaan, hartelijk dank daarvoor. Hou je goed. Blijf veilig. Blijf gezond. Heel veel liefde en licht. Namaste.